Goedemiddag. We hebben uiteraard deze week ook uiteraard gesproken over de voorbereiding van de informele Europese Raad aanstaande maandag in Brussel. Afgelopen maanden is binnen de Europese Unie vooral gesproken over die begrotingsdiscipline. Een belangrijk punt voor Nederland is dat landen hun tekorten terugdringen, schulden afbouwen. En de inzet is dat landen automatische sancties opgelegd krijgen wanneer ze de afspraken die hierover gemaakt zijn gewoon overtreden. En wij staan op het standpunt dat strikte begrotingsdiscipline in de Europese Unie nodig is. Wat ook nodig is, is uiteraard economische groei. En dat is wat ons betreft ook toe te juichen dat voorzitter Van Rompuy dit onderwerp ook op de agenda van de Raad heeft geplaatst. Want die groei die kan nog versterkt worden, die kan een extra impuls krijgen door bijvoorbeeld uitbreiding van de interne markt, vooral op het terrein van de diensten en internet. Nederland zal ook aandringen op een spoedig besluit over de Europese octrooirechtspraak. U weet, we praten al sinds jaar en dag over de totstandkoming van een Europees octrooi, omdat daarmee het bedrijfsleven een extra kostenbesparing krijgt als ze vernieuwende producten en diensten leveren. En juist deze bedrijven die zorgen in moeilijke tijden voor nieuw economisch elan. En daarvoor is een Europees octrooi van groot belang. Daarbij hoort ook een Europese octrooirechtspraak. En wij zullen aandringen op spoedige besluitvorming op dat punt. We blijven ook in eigen land werken met volle inzet aan het versterken van het groeivermogen. Door stevig in te zetten op topsectoren van onze economie. Samenwerking tussen overheid, kennisinstellingen, onderzoekers en bedrijven. Onnodige regels af te schaffen, ruimte te geven voor ondernemerschap. En de minister-president is momenteel ook op het World Economic Forum in Davos. In wezen eigenlijk de snelkookpan van economische activiteiten en ideeën om daar te spreken met regeringsleiders, jong talent, CEO's, economen over de economische problemen, kansen in de wereld en het versterken van het groeivermogen. Sterker uit die economische crisis komen is doelstelling van dit kabinet. Een andere doelstelling is grenzen stellen en handhaven. Vandaag heeft in dat kader de ministerraad ingestemd om het wetsvoorstel voor het verbod van gelaatsbedekkende kleding in te dienen bij de Tweede Kamer. En met dit wetsvoorstel geven we invulling aan het voornemen zoals we dat ook in het regeerakkoord geformuleerd hebben. Verbod op het dragen van gelaatsbedekkende kleding is van belang voor een samenleving waarin iedereen volwaardig meedoet aan dat maatschappelijke verkeer. Open onderlinge communicatie is een karakteristiek van die Nederlandse samenleving en dat vindt het kabinet van groot belang. Zeker ook op plaatsen waar mensen elkaar tegenkomen, elkaar kunnen ontmoeten. Mensen moeten elkaar in het gezicht kunnen zien, die moeten elkaar herkenbaar tegemoet kunnen treden. En voor uw geruststelling, het verbod geldt niet voor gelaatsbedekking die noodzakelijk is voor de gezondheid of de veiligheid of voor het uitoefenen van een beroep of het beoefenen van een sport. En ook uitgesloten van dit verbod zijn evenementen zoals Sinterklaas of carnaval. Dus maakt u zich niet ongerust. Ik denk dat het ook van belang is om te onderstrepen dat het verbod geldt voor de publieke ruimte, maar niet voor plaatsen en gebouwen die bestemd zijn voor religieuze doeleinden. Ik ben ook buitengewoon blij dat vandaag het kabinet heeft ingestemd. Het unaniem door de Kamer gedragen initiatiefwetsvoorstel voor de Veteranenwet over te nemen. Het is niet alleen een mooi voorbeeld van de uitgestoken hand van dit kabinet ten opzichte van de hele Kamer. U weet, het initiatiefwetsvoorstel is niet afkomstig van regeringspartijen. En wij vinden dit van groot belang omdat ook veteranen een bijzondere dienst geleverd hebben aan Nederland door ons land te dienen onder oorlogsomstandigheden, door deelname aan missies ter handhaving op bevordering van de internationale rechtsorde. Die hebben dus ook gewoon echt op die manier ook bijgedragen aan onze huidige vrede, veiligheid en welvaart. En met deze wet wordt de erkenning en waardering voor hun werk vastgelegd, als mede zorg wanneer dat nodig is, zodat dus ook veteranen
militairen en hun familie eigenlijk die ondersteuning krijgen waar ze recht op hebben. Tot zover een aantal van de elementen die wij vandaag in de ministerraad besproken hebben.